Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het Kafloris. Vandaag spelen we Brawl Stars en ik heb een ander soort video voor jullie vandaag. Want wij gaan kijken bij de nummer 1 speler van Nederland op Brawl Stars. Wij gaan even kijken hoe goed hij nou eigenlijk is. Bedankt Eend voor het regelen. En wij gaan dus eventjes gewoon een soort van spectaten bij een hele goede speler. Dit doe ik al vaker natuurlijk op Clash Royale. Maar ik heb dit nog nooit op Brawl Stars gedaan. En vind je dit nou leuk? Laat dat zeker achter door middel van een like of een comment. Zodat ik wil weten dat ik dit dan vaker kan gaan doen. En ik denk dat jullie er ook heel veel van zullen leren. Maar ik zit op mijn account. En wij gaan meekijken met Eend. Ze zijn al begonnen. Ze spelen gewoon natuurlijk achter elkaar door. Oh, ze staan nu 1-0 achter. En de beste speler van Nederland is Shaki. En die speelt hier met Nita. Marwar is de nummer 30 van Nederland. En die speelt nu met Ems. En Eend is degene die het geregeld heeft. Die speelt nu met Jackie. En die is de nummer, volgens mij, 14 of zo. Ik zal het zo nog eventjes laten zien om te bewijzen. Ik denk dat het mooiste is om het gewoon automatisch te volgen, zoals we nu doen. Want ik kan natuurlijk... Oh, volg het automatisch. Oh, op die manier. Nee, ik wil dat ik het zelf doe. Ik kan het ook gewoon zelf doen. Oké, top. Wacht, doe ik eventjes automatisch. Ik heb het nog nooit gedaan, spectaten. Daar maakt in ieder geval 1 te goal. Maar ik heb het nog nooit gedaan. Het zit in ieder geval 1-1 nu. Maar wij gaan gewoon eventjes zelf een beetje bekijken wat hier allemaal aan de gang is. Shaki dus nu aan de rechterkant. Gooit zijn beer neer. Ze hebben ook allemaal hele mooie skins. Nou ja, trouwens, alleen Shaki heeft echt een hele zieke skin. Die Nita skin vind ik echt heel erg ziek. Ze worden nu een beetje naar achter gepusht. De tegenstander spelen toevallig ook met een Jackie en ook met een Ems. Dan denk ik dat deze map gewoon chill is voor een Jackie en voor een Ems. Want anders zullen ze waarschijnlijk niet met die dingen spelen. Want het is natuurlijk op zo'n hoog niveau. Dit zijn gewoon hele spannende potjes. Oh nee, hier wordt er 2-1 gemaakt. Dit gaan ze verliezen. Dit potje hebben ze verloren. Dit potje hebben ze helaas verloren. Maar waarschijnlijk is dit gewoon een map die je met deze Ems moet trouwens kijken hoe hoog we allemaal staan. Moet je trouwens even kijken hoe hoog al deze gasten staan. Dat is echt niet normaal. In ieder geval, ik zou eventjes naar het klassement gaan. Maar zo kijken de pro's nou per map wat nou handig is om te doen. Lokaal NL, Shaki, boom. Staat nummer 1 van Nederland. Dan zie je Eend, die staat op nummer 25. En Marwar op nummer 30. En wereldwijd, kan ik even nog kijken hoeveel ze staat Shaki op wereldwijd. 2700, 800. Dan staat Shaki wereldwijd op nummer 45 maar liefst. Echt niet normaal. Maar ik heb heel veel zin om dit te kijken. Omdat ik dit dus gewoon simpelweg nog nooit zo gedaan heb. Ik denk dat ik ook heel veel kan gaan leren. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie hier nou van vinden. Wat vinden jullie ervan om te gaan kijken bij deze pro's? Ik zal vanaf nu eventjes de wachttijden tussen potjes zal ik er even uitknippen. Zodat het echt alleen maar gameplay is. Maar ik zag nu al dat ze al een koppel procedure waren. Maar wij gaan nu even een heel potje bekijken. Wacht om toe te kijken. Moeten we even laden. Oké, nice. Daar zijn we dan. En wij spelen dus weer Shaki nog steeds met Nita. Marwar nog steeds met Ems. En Eend nog steeds met Jackie. En we spelen ook tegen een Jackie. Maar de tegenstanders hebben een Bee en een Frankie. En oei, daar gaat Eend bijna dood aan de linkerkant. Dus je push je via links. Oeh, die Bee is goed hoor. Die Bee is echt aan het hitten. Die rit bijna elke raak. En ja, nu gaat die Jackie er waarschijnlijk doorheen komen. Nee, Shaki roept dus eigen goal. Oh, dat was een misser. Dat was een misser. Hopelijk kunnen ze dit nu nog goed maken. Dat was niet al te best. Het ging natuurlijk per ongeluk. Shaki nu voor de rest. Je ziet ook dat ze heel mooi allemaal aan één kant zitten. Eend zit aan de linkerkant met zijn Jackie. Marwar houdt het centrum bezig met zijn Ems. En Shaki heet het aan de rechterkant. Dat doen ze heet het standaard. Heet het Eend links, Marwar midden. Shaki rechts. Shaki gaat hier voor de rechterkant. Krijgt de paas van Eend. Maar kan nu niet die bal oppakken. Omdat Frank natuurlijk in de weg zit. Shaki houdt even de nodige afstand. Zodat Bee hem niet kan raken. En zodat Frank hem niet kan raken. Marwar probeert eentje te killen. Nu is het 2 tegen 1. Maar helaas is Shaki ook neer. En nu probeert Marwar het op te lossen. Maar die kan natuurlijk niet in de buurt komen van Bee. Oeh, mooie kill van Marwar. Maar hij is zelf ook neer. Shaki komt weer naar voren. Hij heeft zijn power. Hij heeft zijn beer. Maar Franky heeft natuurlijk ook zijn power. Daar komt de power van Frank. Oh, wat een dodge. Wat een dodge van Shaki. Die ontwijkt de special van Frank. Heel ziek gedaan. En Shaki maakt ook nog eens een kill. Alleen die Bee is echt heel irritant. Ik denk echt dat die Bee de hoogste is. Die Bee vind ik echt mega goed spelen van de tegenstanders. En Shaki probeert nu even ruimte te maken. Daar is een beer. Is natuurlijk even afleiding. En killt ze nu even. Oh, dubbel kill van de beste speler. Oh nee, Marwar had ook eentje gekild. Shaki paste naar Eend. Eend maakt de goal. En het staat nu 1-1. Ze hebben de achterstand goed gemaakt. We gaan even door kijken. Ik vind sowieso trouwens knokbal het leukste om zowel te spelen als om te kijken. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. En inderdaad, het valt weer op. Marwar houdt het midden. Jackie, Eend, oftewel Jackie,
als Krokker natuurlijk, houdt de linkerkant. En daar maakt Shaki een dubbelkill met zijn beer en zelf. En maakt het af. En wat is hij aan het doen? Maak het af, Shaki. Sorry, ik zou dat echt niet durven. Ik had die bal al lang gescoord. Maar je kan dus hier zien. Oh, eentje is de ster spelen. Oké, okay, ziek. Ze staan allemaal rond, dus net onder de 1000. En de tegenstanders waren dit keer wel echt lager. Je ziet nu dat ze een stuk lager zitten. En die verschillen, die zijn dus best wel aanwezig. Het volgende potje is van start gegaan. En we gaan kijken tegen wie we deze keer gaan komen. Oké, het is een Crow. Een hele zieke Crow skin. Een Jackie. En een... dat is nieuw. Een Tara. Een Tara had ik niet verwacht in deze map. Maar oké, een Tara. De eerste Tara die ik tot nu toe gezien heb. Die we tot nu toe gezien hebben. Sowieso trouwens ook de eerste Crow. Maar dit was heel snel gedaan. En de Edu gewoon binnen 19 seconden. Misschien waren Crow en Tara toch niet zo'n goede keuze. Binnen 19 seconden gewoon de eerste goal al gemaakt. En daar komt Bauer met zijn special. Helaas zitten ze niet allemaal in de special. Jackie wel, maar een pasta eet en... Dit is mega ziek. Gewoon na 33 seconden maakten ze al hun eerste goal met als sterspeler Marwar. En dan gaan we gewoon zo door naar het volgende potje. Ik doe gewoon even die wachttijden tussen de potjes, knip ik gewoon uit. Dan ben ik zo weer terug bij het volgende potje. We gaan kijken naar het volgende potje en we komen tegen hun. We gaan het zien, jongens. We gaan het zien. Ik vind het zelf echt heel erg leuk. Een Frank, een Mortis. Oké, die is ook nieuw. En een Devil, die is ook nieuw. Oké, leuk. Dat vind ik altijd wel leuk dat er wat andere knokkers zijn. Shaki, mooie kill op die Mortis. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat jullie ervan vinden van deze hoge, hoge gameplay. Van de nummer 1 van Nederland natuurlijk. En ja, Marwar en Eend ook allebei top 30 van Nederland. Dus dat is ook zeker niet verkeerd. Maar laat even achter wat jullie van de gameplay vinden. Ik leer er zelf echt heel veel van. Natuurlijk speel ik zelf niet heel veel. Ja, ik speel wel knokbal, maar niet heel veel met World Discord. Want dat is natuurlijk heel erg anders als je met elkaar kan overleggen. Shaka gaat in ieder geval de bal hier even oppakken. En Marwar en Eend proberen te killen. Daar is die Frank wel de special. Gaat hij die special gebruiken? Nee, oei, net niet die Frank neer. Dat is eventjes jammer. Probeert hij Mortis even Jackie te pakken, maar dat mislukt. Niet zo sterk dat van Mortis. Daar is Mortis natuurlijk weer dood nu. Maar laat even achter wat jullie dus van deze gameplay vinden. Of jullie willen dat ik het vaker ga doen. Dan ga ik zeker vragen aan Eend of die vaker met Jackie kan, met Shaki kan spelen. Misschien kan ik Shaki zelf ook connecten. Maar dit is weer heel lekker gedaan van de boys. En ze maken best wel snel weer de 1-0. En ja, ik denk dat ze dit potje ook weer gaan winnen. Marwar houdt ze even op afstand. En dan kan hij nu de bal denk ik wel pakken. Hij wacht nog eventjes. Jackie probeert ook een beetje afstand te houden. Eend natuurlijk. Ik weet niet wat Daryl daar probeerde. Maar dit is een opening voor Eend. En Eend zit die kooltjes wel even lekker in te prikken hoor jongens. Daar hebben ze weer een plus 6 1 ster speler. En dan gaan we gewoon door naar het volgende potje. Volgende potje is gestart. En we gaan eventjes loeren hoe het hiermee gaat. Ik vind het zo grappig. Want ik had nog nooit over zoiets nagedacht dus. Om dus gewoon naar pro's te gaan kijken en daar een video van te maken. Maar Eend kwam dus met het idee. En ik vind dat gewoon wel echt wel een leuk idee. En dit is trouwens heel sterk gedaan van die Chris. De Colt van de tegenstanders. Want wat hij daar deed. Oh, Shaki, wat een redding. Gaat hij het overleven, denk je dan? Wat hij daar deed. Oh, mooie ontwijking. Nee, maar dan gaat hij waarschijnlijk wel scoren, toch? Denk je dan? Ja, net wel. Nee, wat die Colt dus deed. Deze is een special waardoor hij en damage deed op het team. En dan gooi je dus een special voor dat muurtje. Waardoor dat muurtje nu opengebroken is. En dat is natuurlijk wel heel erg lekker. En dan gaan we gelijk al naar het probleem van het team van Shaki en Eend. Dat valt mij nu opeens op. Is dus dat team helemaal geen special heeft die muur kan openbreken. Wel een mooie goal trouwens hier van Eend. Het staat weer 1-1. Ze hebben het gewoon weer rechtgetrokken. Maar dat is misschien wel jammer. Want natuurlijk met een Frank kan je de muurtjes openbreken. Maar ook met een Colt. En dat kan niemand in het team van Eend, Shaki en Marwar. Weer blokt Shaki heel mooi die Rosa met zijn beer. Dat heeft hij nu al een paar keer gedaan in het potje. Het is heel lastig ook om alles te volgen. Het gaat zo snel. Het gaat veel sneller dan Clash Royale. Daar komt een special van Marwar en weer een goal van Eend. En ze hebben dit potje heel makkelijk toch weer weten winnen. Ondanks ze dus op het begin snel achter stonden. En dan gaan we gewoon lekker weer door naar het volgende potje. We gaan nog twee potjes kijken. We gaan in ieder geval even kijken naar deze. En ik weet niet hoe lang deze video gaat worden. Want ik ga er ook natuurlijk heel veel tijd ertussen wegknippen. Dat het ze aan het wachten zijn. Het zoeken zijn naar volgende tegenstanders. Maar weer een Jackie aan de linkerkant. Een Penny aan de middenkant. Ja, die skins moet ik echt aan wennen. En een Rico aan de rechterkant. En ik krijg ook gewoon gelijk zin om zelf Brawl Stars te gaan spelen. En vooral knokbal. Als ik dit nu zo zie. Maar we moeten even kijken. Want die Marwar zit daar met die Rico. Oh, dit is ziek joh. Die Eend speelt scherp joh. En die Rico die zat lekker te kloten daar. En die Eend die pakt zijn momentje. Grijpt naar die bal.
En maakt gewoon de 1-0. Terwijl iedereen nog eigenlijk levend was van de tegenstanders. Heel erg sneaky, heel erg sneaky. Even kijken. Nu gaat natuurlijk de tegenstanders oppassen. Die Penny probeert een beetje te hitten. Even kijken. Is het trouwens wel Penny? Is het wel niet een B? Is het wel niet een B? In ieder geval is die dood. Want Eend killt... Ja, het is een Penny. Je ziet maar door die special. Je ziet daar die special. Dat kanonleggetje. Eend die rent er even op af en die killt die... Penny, even kijken. Nu is iedereen weer levend. Sjaakje wacht er eventjes even aan het lekker aan dealen. Niemand weet dat Sjaakje daar zit, dus die Finny gaat er langs lopen. Boom, oeh, nee, die gaat er niet hitten. Marmer bijna neer, dus die moet ik even wachten. Moet eventjes achteruit, moet eventjes wat levens gaan verzamelen. Rico probeert daar midden te domineren. Lukt hem een beetje, maar Eend komt er weer op af. En die killt de Rico. En oei, 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 Finny bijna neer. Finny is neer, top. Marmer gaat door, paast hem naar Eend. Eend maakt namelijk de meeste goals, omdat hij natuurlijk het meeste levens heeft. Dus die kan wel wat levens, kan wel wat tanken. Marwa komt nu naar het midden, probeert hem te schieten, maar nee, dat mislukte. Het was een beetje te optimistisch, denk ik. En je ziet daar een bommenlegger gewoon in hun goal. Nou ja, daar kom je sowieso niet zo makkelijk bij, natuurlijk. Even kijken, Eend staat achter die muurtjes. Volgens mij weet de tegenstander dat ook, want die durft niet die bal te pakken daar. Marwa probeert hem ook op afstand te houden. Oh, dan paast hij de bal weg van die hoek. Dan probeert Eend zijn special, maar dat mislukt een beetje. Probeert te tanken, probeert die mortier te pakken. Nee, dat mislukt ook. Dat is eventjes jammer. Dat is eventjes jammer. En een mooie catch van die Rico. Maar ze moeten het eigenlijk gewoon nog nu een halve minuut tegenhouden. Een halve minuut tegenhouden. Maar nu komt die Jackie in de avond met 7.700 levens. Ja, ik denk dat hij er gewoon doorheen tankt. Ik denk dat hij er gewoon doorheen tankt. Nee, hij tankt er niet doorheen. Oeh, Eend schiet hem weg. Eend schiet hem weg. Hij schiet hem weg. Net op tijd. Nog 15 seconden te gaan. Sjaakje probeert ze op afstand te houden. Gaat dat lukken? Gaat dat lukken? Oei, 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 oei. Ja, dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Sjaakje pakt de bal. Schiet de bal waarschijnlijk nu weg. Of houdt hem eventjes vast. Nog 6 seconden. Nog 5 seconden. 4, 3. En dit potje is binnen. En dan gaan we nog één potje kijken. Ga ik dan de video eindigen. En dan vond ik dit een hele, hele leuke en leerzame video. Ben ik zo weer terug bij het allerlaatste potje. Het laatste potje is van start gegaan. Ja, hij pakt hem even niet. Let's go. Dan gaan we kijken of hij deze ook wint. Ik hoop het in ieder geval wel. En vond je dit dus leuk? Laat het achter door middel van een like. Door middel van een reactie. Maar weer een Jackie waar ze tegen moeten. Nu een Tara en een Jessie weer met die hele zieke ridderskin. Ik moet ook echt eens skins gaan kopen. Ik ga binnenkort ook een video maken over skins. Wordt ook een hele leuke video. In ieder geval, Sjaak gaat via rechterkant. Oeh, ze zitten nu wel onder druk. Oeh, kan Eend hem killen, kan Eend hem killen. Eend killt hem. Oh, dit is heel... Oh, hij loopt vast, hij loopt vast. Ja, dit wordt sowieso een goal, denk ik. Sjaak schiet met een special. Binnenkant paal. Let's go. 1-0. Door Sjaaky. En we gaan kijken of ze er gauw een 2-0 van kunnen maken. En dat ze dit potje dus weer kunnen gaan winnen. Ems houdt het op afstand. Marwa houdt hem op afstand. Oei, de verbinding laat een beetje in de steek. Mooie paas naar Eend. Maar Eend mist hem helaas. Mist Eend hem op goal. Dat was heel erg zonde. Marwa paast hem dus gewoon met zijn special. Dat doen ze dus soms ook gewoon met je special paas. Want dat is natuurlijk gewoon veel sneller is die dan bij het teamgenoot. Dus dat is ook zeker geen gek idee. Maar helaas miste Eend hem op goal. Hij moest natuurlijk ook uitkijken, want het was ook een knokker daarnaast. Dus daar moest ik ook voor uitkijken. Sjaakje probeert die twee te killen, want die zijn allebei best wel weak. Eend probeert die Jackie te killen, dat lukt. Maar Marwar killt hem uiteindelijk. Eend loopt eventjes weg, zodat Marwar snel kan passen naar Eend. Eend paast hem even terug naar Jessie. En Eend wacht eventjes af totdat Jessie die bal pakt. Kom maar Jessie, kom maar naar Eendje toe, want die pakt je heel makkelijk met zijn Jackie. Oei, dan moet natuurlijk Eend eventjes afstand nemen, want daar is een Jackie. Oei, 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 nu zit hij wel onder druk. Nu zit Eend wel onder druk. Oh, kan hij zelf ook zijn special gaan doen? Hij gaat nu zijn special doen wanneer Jackie de bal pakt. En die schiet hem maar gewoon snel weg. Eend, oei. Ja, Jackie is neer. Let's go. Hij schiet hem gewoon weer snel wel weg. Want dan moet je natuurlijk oppassen dat dit geen goal werd. Maar gelukkig is Sjaakje en Marwa ook levend. En nu zijn ze alle drie gekild. Sjaakje gaat via de rechterkant. Die loopt via rechts om. Maar dan moet je natuurlijk oppassen voor die Jackie nog. En voor die Jessie. Gooit weer een beer recht voor die Jackie. Dat doet echt Sjaakje deze video echt mega goed. Wel een mooie special van die Jackie van de tegenstander. Dus dan paast die hem en dan gaan ze scoren. Hij lekt een beetje, maar ze scoren wel. Gaan we hier bij de video eindigen. Ze hebben echt mega veel potjes gespeeld en ook gewonnen. Ik zal ze nog even één keer laten zien op klassementen lokaal. Sjaakje nummer 1 van Nederland. En dan zien we 1 tot 25 dus en Marwa op 31. Anderen zijn waarschijnlijk ook omhoog gepusht. Jongens, ik hoop dat jullie het video had. Vind je van zo'n video? Laat zeker achterkomen. Dus ik zie jullie in de volgende video. En tot dan, mensen.